Dave, 10-1 wordt het vanavond. We hadden jullie iets recht te zetten, zo leek het wel. Iets recht te zetten? Ja, als je de laatste twee wedstrijden ziet wel, maar ik denk dat het een beetje ontstond. Het ging de tweede helft zo makkelijk dat gewoon echt naar de 10 toe werkte. Ja. Dat hoor je niet zo vaak, zo'n hoge uitslag in betaalde voetbal? Nee, dat komt bijna niet voor. Zeker niet als je in de achtste finale zit. Ja, de druis zat erop. Zeker de wil om een hoge score te maken. Kijk, tot aan de 2-0 blijft de tegenstander altijd hoop houden. Hè? Die zitten altijd nog in de wedstrijd. Als ze misschien een goaltje maken, dan wordt die wedstrijd weer levendiger. Nou, en wij maken de 3-0 en daarna kon je zien dat wij het klassenverschil wel heel erg groot was. Ja, had u op een gegeven moment als trainer dan aan de kant ook medelijden is misschien niet het goede woord, maar zoiets van, nou jongens, laat het niet te hoog worden. Nee, ik heb natuurlijk al een keer eerder meegemaakt. Ik heb met PSV ooit een keer met 10-0 van Feyenoord gewonnen. En die wedstrijd die erop, die is natuurlijk heel erg heet. En wij komen deze tegenstander gelukkig niet tegen meer. Ja, want bij rust was het 2-0. Dan denk je van, nou goed, de wedstrijd is in de knip. Maar dat het dan zo nog een monsteruitslag werd, daar had ik ook niet op gerekend hoor. Nee, 2-0, dat blijft altijd nog open denk ik als dat tegenstander. In de tweede helft ging het wel heel makkelijk. Ja, dus naar de 10 gelopen, ja. Ja, een aantal jongens, ik bedoel, sprongen eruit vandaag. We hebben prachtige doelpunten gezien. Wat mij ook opviel was Mike Havenaar. Hij was op zoek naar een doelpunt. Uiteindelijk scoort hij hem ook. En ik moet zeggen, ik gunde het hem ook. Ja, ik denk iedereen wel. Want als je vanaf de kant ziet, denk ik dat Mike tactisch gewoon voor het team gewoon eigenlijk een goede wedstrijd speelt. Het enige waar het aan hem ontbrak was even het gelukmoment dat hij die goal maakte. Nou, en uiteindelijk heeft hij hem gehad. Je mocht in de tweede helft invallen. Hoe ging het? Nou, ik heb gescoord, dus ik ben blij. Het ging aardig. Maar het ging ook zo makkelijk dat het niet heel lastig was om erin te komen. Maar ik ben wel blij dat ik heb gespeeld in ieder geval. Een ander moment wat ik ook mooi vond, doelpunt van Davy Prupper. Ja, dat doet mij het meeste deugd, denk ik. Omdat Davy zit in een moeilijke situatie. Hij moet knokken om een plaats te krijgen. Wij presteren goed. En dan is het hartstikke moeilijk voor een jongen die in de wachtkamer moet. Maar ja, ik denk de tweede helft van het seizoen, als je daarna gaat kijken, dan zullen er toch spelers of geblesseerd raken of een schorsing krijgen. Nou, en dan hebben we zeker spelers als Davy Prupper, dat hebben we denk ik nodig. Ja, u zegt gisteren al, het belangrijkste is dat we donderdagavond in de koker zitten. Dat is gelukt. Maar een ander belangrijk aspect is dat het publiek op de bank stond. Nou ja, kijk, we hebben vandaag denk ik een heel goed signaal afgegeven. Niet alleen wij. Het was ook de wisselwerking met het publiek. Het publiek heeft ook een heel goed signaal afgegeven. En dit is een mooi signaal voor de toekomst, denk ik. Heb je nog een voorkeur voor een volgende tegenstander? Voorkeur? Nee. We moeten nog 3 wedstrijden en dan hebben we hem. Dus maakt niet zo leuk.